Yanora, Awuko Yanora, Awuko Yanora, Tamuzicho Amorir Sapo Yako, Yakuako Amorir Sapo Yako. Op dinsdag 2 mei jongsleden werden Ivaneldo Dijkstil en Martinus Wolfjager bij hun strijd om erkenning van hun grondrechten te Pikin-Saron op beestachtige wijze mishandeld en van hun hoogste recht, namelijk het recht op leven, ontnomen. Deze strijders van onze inheemse grondrechten hebben zich vele jaren ingezet om de grondrechten van onze bestaansbronnen wettelijk erkend te krijgen en onder de aandacht te brengen van de autoriteiten. De handelingen die op de bewuste dag zijn gepleegd, hebben geleid tot een klopjacht op onze mannen, het verwonden van enkelen en uiteindelijk het vermoorden, CQ standrechtelijk executeren, van Ivaneldo Dijkstil en Martinus Wolfjager. Tot nu toe hebben de desbetreffende autoriteiten nagelaten ons een antwoord te geven op de vele vragen die ons bezighouden en of te lang laten wachten op antwoorden. Dit ondanks het feit dat onze advocaten deze zaak continu onder hun aandacht brengen. De familie wordt geestelijk gemarteld omdat zij tot nu toe geen informatie van het abductieonderzoek heeft. De president als hoogste gezagsautoriteit heeft in de DNA uitspraken gedaan en onze mannen zonder bewijs of onderzoek bestempeld als terroristen. Dit kan niet. Wij eisen dat dit wordt gecorrigeerd. Onze mannen worden uitgemaakt voor criminelen aan de ene kant en aan de andere kant is vanuit de staat een poging gewaagd om de overledenen zo gauw mogelijk te begraven middels het aanbieden van financiën aan de familie tot enkele keren toe. Indien onze mannen zogenaamde criminelen zijn, hoe is het dan mogelijk dat zij door de staat begraven kunnen worden? Wij eisen 1. De informatie van het abductieonderzoek dat zo spoedig mogelijk bekend wordt gemaakt. Wij willen niet langer hierover in het ongewisse zijn en zodoende worden gemarteld. 2. Een onafhankelijk forensisch en pathologisch onderzoek. Desnoods met medewerking van buitenlandse deskundigen. Wij willen weten hoe onze mannen zijn overleden en wat de doodsoorzaak is. Dit zal ons gemoedsrust schenken. 3. Een eerlijk rechtsproces en veiligheid voor de overige strijders die in detentie zijn. 4. Publieke verontschuldiging en zuivering van de naam van onze overleden mannen. 5. Dat wij in alle rust, nadat aan bovenstaande zaken is voldaan, onze geliefden de laatste eer kunnen bewijzen. Wij zijn van mening dat de rechtsstaat geschonden is en we voelen ons in onze rechten beknot. Indien er niet aan bovengenoemde eisen kan worden voldaan, zijn wij genoodzaakt om onze rechten op internationaal niveau aan te vechten. En waarom zitten de mensen hier? De mensen zitten hier omdat men twijfels heeft op de manier waarop de mensen zijn overleden. En er is, wat ik begrepen heb van de familie, bewijsmateriaal om te twijfelen dat het niet in een vuurgevecht geweest is, maar dat mensen vermoord zijn. En als dat werkelijk zo is, en dat moet het onderzoek laten blijken, daarom is die forensische onderzoek nodig om te weten wat is de inslag, wat is de uitschot geweest. Hoe dichtbij zijn ze geschoten? En als dat duidelijk is, dan weten we precies
En dan kunnen we de regering aan zijn ballen hangen. Maar het kan nooit zo zijn dat het recht die wij hebben en iedere burger heeft. Iedereen moet zich houden aan regels, ook de politie als het zo is. En daarvoor zijn we hier. De reden waarom wij verder twijfelen is omdat we het Openbaar Ministerie hebben gevraagd om deze onderzoeken voor ons te doen, om vast te stellen. Eigenlijk moesten we niet vragen. Als we leven in een rechtsstaat, het moment waarop er politie geweld gebruikt is, zou vanuit de staat Suriname gelijk, de regering zou gelijk een onderzoek moeten worden gedaan om vast te stellen of dat geweld dat gebruikt is, rechtmatig was geweest of niet. Dat onderzoek heeft tot nu toe niet plaatsgevonden. We hebben bericht gekregen van het Openbaar Ministerie waarin ze hebben aangegeven dus dat we maar één patholoog anatoom hebben in Suriname en dat die niet forensisch is. Punt. Niet hoe dat probleem opgelost gaat worden om toch nog te kunnen voorzien in die noodzakelijke informatie van hoe deze mannen aan het einde van hun leven zijn gekomen. Dus die weigerachtige houding versterkt ook ons vermoeden dat er iets verborgen wordt.